Dit is de granenmarkt van maandag 24 september in 1 minuut. En na omschakeling van het tarwecontract op de Matief voor de decemberperiode ging de slotkoers weer boven de €200 per ton uitkomen. En dat zien we ook op de CBOT terug, waar het omschakelde in week 37 al een flinke plus en in week 38 boven de $190 per ton. Opvallend is ook een forse prijsstijging daarvoor mais. Naar verwachting is op 1 oktober 90% van de wereldwijde granenoogst afgerond en daarmee kunnen we ook de balans opmaken voor marketingjaar 18-19. Alleen in Rusland moet nog 25% van de tarwe worden geoogst. Daar zorgt regen voor problemen en in Canada is dat sneeuw en in Australië is dat vorst die voor problemen zorgt. Half oktober start de oogst in Australië en een maand later in Argentinië. We zien dat het tarwe-exportniveau wereldwijd gelijk is aan vorig seizoen, maar Rusland heeft minder te exporteren en daardoor zijn er dus meer kansen voor andere landen, onder andere de EU, maar ook Zuid-Amerika, en dat legt een stevige bodem in de tarwemarkt.